De gebouwen van de Nationale Assemblée en het Ministerie van Algemene Zaken, welke in 1996 door brand zijn vernietigd, worden weer opgezet. Deze panden komen in hun oude glorie weer op de hoek van de Henk Aronstraat en de Grote Combiweg te staan. Op maandag 4 november jongsleden vond de eerste steenlegging van dit project plaats, welke 2 jaren zal duren. Het project dat met een lening van de IDB wordt gefinancierd, wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs en wordt getrokken door het directoraat Cultuur. Er is een projectteam samengesteld. Een van de belangrijkste taken is het toezien dat de projectdoelen behaald worden zoals gepland. En natuurlijk het team zover brengen dat wij alle activiteiten zoals gepland kunnen verwezenlijken. Dit is slechts één van de activiteiten van ons project. Aan de andere activiteiten, om dat eerst aan te geven. We gaan andere historische gebouwen ook weer rehabiliteren. Zoals die van Juspol, die van sociale zaken, etc. We gaan de waterkant aanpakken. Om deze activiteit binnen dit project af te ronden, hebben we een tijdsduur van 24 maanden. Het is de bedoeling dat wij samen met de supervisie, KDV, en de aannemer, dat is een international aannemer, de zaak gaan monitoren zodat het op tijd plaatsvindt. Zoals u ziet hebben we vandaag de eerste steenlegging gedaan en dan van dit punt uit gaan wij 24 maanden ongeveer tellen. Deze omgeving is geen lastige omgeving om te bouwen. Wat er speelt is dat we op een hoek staan, 2 van de drukke wegen grenzen hier. Je hebt de Henk Arendstraat en de Grote Combiweg. En wat er speelt is dat we het verkeer zodanig moeten regelen, zodat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder dat er een impact is voor de samenleving of voor het verkeer. Het pand waarin de DNA nu zit, zal behouden worden. Slechts enkele diensten zullen naar het nieuwe gebouw verhuizen. In het huidige pand heeft de DNA te weinig ruimte. Laten we zeggen, deze 2 gebouwen, we gaan het even bekijken vanuit Paramaribo als stad op de UNESCO-lijst, werelderfgoedlijst. Deze 2 oude gebouwen behoorden tot de 2 mooiste van de stad. Zeker het gebouw van Algemene Zaken was een bijzondere vorm, maar ook het oude DNA-gebouw. Dus vanuit dat perspectief bekeken zou het altijd goed zijn om te proberen dat gat dat daar is ontstaan te vullen met gebouwen die dus van buiten hetzelfde zijn als de verloren gegaane gebouwen. Dat is samen met het herstel van een aantal historische panden het doel ook geweest van de IDB-lening die Suriname heeft gekregen om de binnenstad te herstellen. De Nationale Assemblée heeft na de brand een beetje gezworven en we zijn hier terechtgekomen waar we vandaag zijn. Toen we in het afgebrande gebouw zaten, was ik voor het eerst in het parlement, de eerste keer. En het gebouw was toen eigenlijk al te klein voor de Nationale Assemblée in die format. Maar de manier waarop gewerkt werd, eiste zelfs nog veel minder dan wat we vandaag zien in Suriname en in de wereld. Dus na de verhuizing naar hier hebben we met kunst en vliegwerk hier alles gedaan om uit dit gebouw zoveel mogelijk te halen, om onze deskundigen die we nu hebben erin te zetten enzovoort. Maar ook hier is de ruimte krap voor het werk dat op dit moment hier gedaan wordt. Wij hebben dus al heel lang zijn we bezig geweest als parlement te proberen in eerste instantie terug te verhuizen naar daar, te bouwen. We kregen daarvoor van de overheid de grond daar langs Buitenlandse Zaken tot de Sommersdijkse Kreek. Maar het is nooit gelukt om dan dat op te zetten. Dat zou betekenen dat we het voorgebouw zouden hebben, plus diverse gebouwen naar achteren tot bij de Kreek. Toen we in 2010, toen ik voorzitter werd, ben ik opnieuw begonnen met de commissie.
En hebben we besloten dat het nou eindelijk moest gebeuren. Dat gebouw moest er komen. Alleen zagen we wel in dat het misschien beter was, zowel voor de rest van de overheidsgebouwen daar als voor ons, om hier te blijven met de leden, de vergadering, en dat gebouw wel te herbouwen, maar dan een deel van onze operatie daar te zetten. En hier ook te herbouwen, omdat ook dit gebouw zijn beperkingen heeft. Maar gezien de crisis die ons tegemoet kwam, hadden we ook het vraagstuk van financiering. Toen bleek dat de IDB de binnenstad wilde herstellen en dat de lening was goedgekeurd, heb ik contact gemaakt via onze architecten. Die hadden ontworpen en die het werk hadden gegund gekregen om het ontwerp af te maken. Die zijn toen naar de IDB gegaan met het voorstel dat goedgekeurd was in DNA. En de IDB en de regering hebben goed gevonden om inderdaad die twee gebouwen uit die lening te financieren. Het is dus twee vliegen in één klap. DNA-gebouw wordt opnieuw neergezet. Algemene zaken ook. Dat wordt niet meer gebruikt voor algemene zaken. Want de benedenverdieping van zowel het DNA-gebouw als dat gebouw, die zullen opengesteld worden voor publiek, studenten. Er komt een goede bibliotheek met de historie van de bestuurlijke geschiedenis van Suriname. En boven komen de werkruimtes, waarbij de overheid in het gebouw van algemene zaken ook wel werkruimtes kan hebben. Bijvoorbeeld buitenlandse zaken gaf aan die nodig te hebben in het verleden. Dus het gebouw komt er weer, maar inderdaad zal je niet meer het ministerie van Algemene Zaken daar hebben. Over de bouw en de inrichting kunnen we hebben veel meer tijd nodig om dat uit te leggen. Wat we wel kunnen aangeven is dat wij een Facebook-page en een webpage hebben gelanceerd op 31 oktober. En dat we die kanalen zullen gebruiken om veel meer detailinformatie te geven de komende periode. Dus ik zou iedereen willen vragen om de webpage en de Facebook-page te volgen. En we gaan constant in de media voorkomen, terugkomen om dan informatie te geven over het verkeer, over de activiteiten, etc. Ik wil de gemeenschap vragen om geduld te trachten met de bouwwerkzaamheden die zullen plaatsvinden. Het verkeer zal nu en dan wat stremmingen ondervinden, maar we gaan het allemaal vooraf aangeven. En we doen ons best om dat zo goed als mogelijk op te lossen. Jaya Jarvis is een jonge Surinaamse ondernemer die zich specialiseert in het produceren van cosmetische producten gemaakt van Surinaamse oliën en kruiden. Daarnaast is ze moeder, ambtenaar en student. Zij is verder ook de winnaar van de Nationale Climate Launchpad Competitie, welke gehouden werd op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Als onderdeel van haar uitverkiezing mag ze binnenkort meedoen met de internationale finale van deze competitie die in Nederland wordt gehouden. Climate Launchpad, dat is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het stimuleren van jonge ondernemers om milieuvriendelijk te ondernemen. Het heeft dus een tweedelig karakter. Een ondernemingskarakter en ervoor zorgen dat die onderneming zo milieuvriendelijk van de grond komt en haar onderneming zo milieuvriendelijk produceert. Ik denk dat ik de Nationale Climate Launchpad gewonnen heb omdat ik waarschijnlijk al met heel veel passie bezig ben met hetgeen waar ik bezig mee ben. Dat is cosmetische producten vervaardigen van Surinaamse grondstoffen. Nou, wat we proberen te doen zijn de cosmetische producten die we nu hebben, een internationale brand geven en dat te exporteren. Nou, als je dat exporteert, help je aan de diversificatie van de economie. Ik denk dat dat voornamelijk heeft meegespeeld. Daarnaast, onze producten, die worden zoals ik zei, ze worden gemaakt van natuurlijke olie en kruiden. Die natuurlijke olie worden gehaald uit het binnenland, uit Coroni, etc. etcetera. En die mensen hebben op een gegeven ogenblik ook een outlet voor hun producten. Als de binnenlandbewoners die andere alternatieven hebben dan goud te winnen, of die afhankelijk zijn van onze goudsector, kunnen op zo'n manier ook profiteren van die internationale exposure. Dus het heeft een sneeuwbaleffect. Ik denk dat dat bijgedragen heeft aan
het winnen van de nationale pitch voor de Climate Launchpad. Het is een internationale exposure die ik heel graag zou willen hebben met mijn producten. Ik ben er heel erg blij mee. Het voelt content aan en nu is het harder werken. De internationale Climate Launchpad competitie zal in Nederland gehouden worden. 150 verschillende ondernemingen uit 55 landen zullen participeren hieraan. Jaya vertelt wat haar verwachtingen zijn. Betekent voor mij dat ik me extra hard moet voorbereiden. Extra goed moet voorbereiden. Dat betekent dat ik met mensen zal communiceren en netwerken die een zekere mate van business voeren hebben. Dat kan bijdragen aan Surinaamse ideeën of nieuwe ideeën binnen mijn branche, maar ook binnen andere Surinaamse branches. Want ik vertegenwoordig niet alleen mezelf, maar ik vertegenwoordig ook alle andere bedrijven, jonge bedrijven, die toen de tijd hadden meegedaan met de nationale pitch. Ik vertegenwoordig Suriname. Dus in ieder geval is het een platform voor Surinamers. Want het is de eerste keer dat iemand meedoet aan dit platform, aan de internationale pitch. Het is een platform voor Suriname om haar vleugels uit te slaan. Naast het winnen van die internationale Climate Launchpad kun je ook investeerders aantrekken. Dus als ik nou gewonnen heb of niet, het feit dat ik daar ben en investeerders kan aantrekken en partners kan vinden, is al een hele vooruitgang. Mijn geheim voor succes is waarschijnlijk doorzetten. Ik ben al een aantal jaren bezig met vallen en opstaan. En het blijven scholen. Je blijft scholen in de producten die je maakt. Hoe kun je de producten beter maken? Wat wil de klant hebben? Je marketing. Maar ook de verpakking. Hoe kan je anders zijn? Ik denk dat je met liefde en met je hele ziel zou je moeten starten in hetgeen dat je doet. En dat is wat ik probeer te doen. Ik heb er voldoening in, voldoening mee. Het is waar wat men zegt. Maak van je werk, vaak van je hobby, je werk. En dat probeer ik nu te doen, omdat ik hou er heel veel van. Het is mijn passie. De winnaar van de internationale Climate Launchpad zal €10.000 winnen en krijgt bij deze competitie ook de kans om te netwerken en mogelijke investeerders te interesseren voor hun producten.